Leuk u te ontmoeten. Ja. Ik weet niet of jullie vaak de krant lezen. Ik heb de krant van thuis meegebracht. Maar bij ons in de familie is er altijd een groot probleem, want iedereen vecht voor die krant. Ik lees ze niet alleen. Als mijn broer 's ochtends beneden komt, dan gaat hij altijd met de sportpagina lopen. Mijn vader, die is meer geïnteresseerd in actualiteit, dus wat doet die man? Die neemt actualiteit mee. Mijn moeder die wil de kookrecepten. En zo gaat dat maar door. Tot er uiteindelijk niks overblijft dan alleen maar snippertjes. En dan is het natuurlijk moeilijk om de krant te lezen. Ze vallen zelfs op de grond, dus gaan ze er allemaal bij halen. Hier haalt je niet veel meer uit, hè. Maar ik ga één van die snippers aan u geven. Klein souvenirje voor straks. Maar goed vasthouden. En de rest gaan we goed bij elkaar vouwen. Nu, ik zou zeggen, als jullie nu kijken, niet te veel met de ogen pinken. Want dat gaat heel snel, hè. Zijn we klaar? Kom aan, jongen. 1. 2. En je hebt daar nog een klein souvenir liggen, hè. Hey, Gwana. Ja, nee. Ja, maar het is vreemd. Ja, maar het was deel achter de tanden. Het was allemaal... Het is vreemd. Super. Bedankt. Dit vond ik een grote ervaring, hoor. Dank u wel.